Welkom bij het Delight Hotel. We zijn officieel geopend. Jee, gefeliciteerd. Hier is je soep. Drink wat. Daar, geniet van uw verblijf. Snoespest. Oh, wat een lieflijk wezen. Kleine Mademoiselle Delight. Een puur wonder. Mijn vingers. Nog een pop. Heb je Sonic gezien? Nee. Sorry. Oh, dat is onze dochter. Ze heeft gewoon plezier. Je kind is schattig. Ja, dat weten we. Wat ben jij aan het doen? Grote leugens. Leugenaars krijgen wat ze verdienen. De klantenservice is hier slecht. Is er een vrije kamer? Nu wel. Er is net iemand weggegaan. Een minuut. Ben zo terug. Mr. Delight is de liefste man. We hebben het gehaald. Ze stierven. Dit kan niet goed zijn. Ik bel 112. Wat? Wat is er? Is het gelukt? De telefoon is kapot. Ik zei toch al dat het een slecht teken was? De deur is op slot. Jullie allemaal, ga in de lift. Nu. Hoe staan de zaken ervoor? De eerste aanwijzing. Detective Delight is op de zaak. Dit is de deal. De moordenaar is een hotelgast. Wie op de lijst denken jullie dat mijn ouders heeft vermoord? Reageer hieronder. Ik ga op weg naar de eerste verdachte. Haar kamer is op de vierde verdieping. Dit is het. Hey, wie is dat? Niemand. Dat is raar. Oeps. Au, voorzichtig. Dus, wat is er gebeurd? Dit is bewijs. Wat is je punt? Het is een glas in een zak. Je vacht zat erop. Jij bent verantwoordelijk voor de vergiftiging. Ik? Nee, je hebt helemaal mis. Ik ben in de ruis, zie je? Ik ben niet overtuigd. Geef me een minuutje, ik zal het je laten zien. Kijk, mijn vacht zit overal. Oké, ik weet wat er is gebeurd. Ik kwam naar Mr. Delight. Hey jij? Hoi. Ik merkte je meteen. Ik kon al vanaf een kilometer afstand zien dat je een heel karakter bent. Dank u. Oeps, mijn vacht. Zo gênant. Het drankje is echt lekker. Dat is het. Ik heb Mr. Delight niet vermoord. Daar, zoals ik al zei, ik ben in de ruim. Oké, ik heb een leugenscanner. Jeetje, je bent eerlijk. Prima, je bent onschuldig. Bye. Er is nog iets anders. Ze is weg. Mijn liefste. Dat is vaag. Terug naar het onderzoek. Waar gaat dat geschreeuw over? Jij bent de reden. Ik had er niets mee te maken. Huh? Jullie zijn de moordenaars. Jij bent het. Wacht, wat? Ik ben blij dat je klaar bent met vechten. Ik weet wat er is gebeurd. Hoi, wij willen graag een bruidssuite. Oh, schattig. Hier zijn de beschikbare suites. Economie, standaard en luxe. Ik wil de mooiste kamer. En de duurste. Er is ook een presidentiële suite. Het ziet eruit als een luxe kamer, maar je vraagt meer. Er zit een strijkijzer bij. Huh? Maak je een grapje? Dit is een overval. Wie ben jij om mij te vertellen hoe ik een hotel moet rennen? Wil je de kamer of niet? Ja, dat wil ik. Ik kan dit. Hier is uw sleutel. Veel plezier. Een miljoen keer bedankt. Ik heb er altijd van gedroomd om in een presidentiële suite te verblijven. Je laat me failliet gaan. Geniet van je huwelijksreis. Waarom schreeuw je tegen je vrouw? Oh, ik heb het boeket van de bruid gepakt. Dat is een moordmotief. Wat zeg je daarvan, spinnen? Zeg het. Hou de waarheid niet achter. Huh? Oh ja.
tijd. We hebben niemand vermoord. Waar vocht je om? Een strijkijzer. Een wat? Echt waar? Heb je een pak verbrand met een strijkijzer? Phew. Het gebeurt. Oké, ik geloof je. Wie is dat? Ik ga wel. Er is post voor je. Bedankt. Het is allemaal de schuld van het ijzer. Het komt erop neer dat we onschuldig zijn. Wat zit er in de post? Het is niets. Nada. Oké. Tot ziens, jongens. Dag, baby. Phew. Het is allemaal jouw schuld. De brief is verdacht. Hier is de lift. Oh, Detective Delight. Ik neem de andere lift. Oeps. Goed, ik neem deze. Er is iets vreemds aan de hand. Neem me niet kwalijk. Waarom is ze zo nerveus? Dit is verdacht. Aha. Een leeg gifflesje in een vuilniszak. Wat is het? Zeg het. Nee, nee, nee. Dat is niet de mijne. Tuurlijk, dat is wat er gebeurde. Ik ben hier voor een spirituele retraite van zuiverheid en vrede. Ja, zeker. Kijk eens naar onze suites. Kom, ik breng je erheen. Wat is er aan de hand? Maak plaats. Je staat in de weg. Ga, nu. Sorry, Miss Delight. Ik doe gewoon mijn werk. Schat, dit is voor jou. Dank je, lieverd. De bloemen zijn zo mooi. Hé, jij? Zet mijn bloemen in een vaas. Chop, chop. Oké, Miss Delight. Ik ben ergens mee bezig, zie je? Mijn baas is een monster. Dus je hebt haar vergiftigd. Nee, nee, nee. Ik was zoals gewoonlijk de vloer aan het wassen. De deur gaat uit het niets open en het vloog. En dit flesje rolt de gang in. Dit was totaal schandalig. Maar de klant heeft altijd gelijk. Dus pakte ik het op en ging verder met schoonmaken. Ik ben uiteraard eerlijk. Dat klopt, dat ben je. Ik zal je de plek laten zien. De fles lag op de grond. Hey, afval! Niet weer! Dit moet een grap zijn. Phew, dit is het. De hand was in deze kamer. Hartelijk bedankt. Ik haat schoonmaken. Jij bent de moordenaar. Ik ken de waarheid. Je hebt de lege gifles weggegooid. Wat? Nee, ik ben niet schuldig. Ik weet wat er is gebeurd. Je was verliefd op mijn moeder. Hé, hey, schoonheid. Welkom in ons hotel. Je bent leuker dan welke snor dan ook, mijn vee. Oh, stop ermee. Je bent magisch. Neem me niet kwalijk. Hier is je sleutel. Blijf uit de buurt van mijn vrouw. Eeuw. Hey, pas op. Tot ziens, schatje. Dag, knabbert. Bonjour, schat. Wat vinden we van mijn nieuwe snor? Is hij niet leuk? Wat? Heeft hij ook een snor? Ik hou van je, wat er ook gebeurt. Doe hem gerust aan. Aan onze liefde. Aha. Je zult hier spijt van krijgen, Mr. Delight. Geniet van wat vergif. Laten we ons hotel aankondigen. Dag. Zo heb je mijn ouders vergiftigd. Huh? Wat? Het is belachelijk. Zeg het, anders krijgt je kostbare snor knipperd. Nee, 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 laat los. Dus, ben jij de man? Genoeg, ik zal eerlijk zijn. Eigenlijk was ik op zoek naar Sonic. Heb je deze man gezien? Blauw, overal naalden? Nee, sorry. Nutteloos. Heb jij hem gezien? Nee. Shoot. Dit is het moment waarop ik een telefoonsnoer heb doorgesneden, zodat niemand tot hem door kon dringen. En ging terug naar de kamer. De echte misdaad is dat niemand Sonic heeft gezien. Wow, dat is een schattig klein dingetje. Het lijkt erop dat je eerlijk bent. Je mag je snoerspeltang hebben. Phew, ik kom toch bij je. Dat beloof ik. Die scanner moet geschroefd worden. Waarom toont het alleen de waarheid? Wat is de truc? Huh? Was het maar een sticker? Nou, vanaf nu gaat het onderzoek een andere kant op.
tante. Jullie zijn allemaal hier omdat ik weet wie mijn ouders heeft vergiftigd. Waar heeft ze het over? Ik zeker niet. We zijn allemaal binnengebracht voor ondervraging. De aanklacht is ingetrokken. Jij, kom! Ik? Ja, het is de hulp. Dat is wat ik zei. Schaam je. Ik zal het bekennen. Waag het niet om de gerechtigheid voor de gek te houden. Miss Delight bleef haar potloden slijpen en liet overal schilfers achter. Hey, meid, opruimen. Geen probleem, Miss Delight. Hoe moeilijk is het om de vuilnisbak te gebruiken? De restjes zijn zo vervelend. Ze zijn letterlijk overal. Nee, dit is ondraaglijk. Ik kan er niet meer tegen. Hulp, gooi het weg. Tuurlijk, Miss Delight. Aan het einde van de dag was ik het kwijt. Ik heb gif in hun glazen gestopt. Het is waar. Het gebeurde allemaal vanwege die stomme restjes. Zij zijn verantwoordelijk voor de moord. Zie je? Ga zitten, moordenaar. Prima. Het drama. Kidnap, jouw beurt. Ik? Nee. Veel succes, Kat. Ik ben onschuldig. Ik weet dat jij achter de misdaad zit. Ik? Ik niet. No. Kom op. Leg dan deze foto uit. Drama. Goed, ik zal het voor mijn hart krijgen. Ik was gek op Mr. Delight. We waren aan het kletsen. Miss Delight heeft het gezien. Dit is mijn echtgenoot. Oh, ik moet gaan. Laat mijn man met rust. Oh, wat is er? Pardon. Hé, jij, ga weg. Ik moet gaan. Wat was dat, schat? Een praatje, dat is alles. Je moet stoppen met flirten met al onze gasten. Vraag. Doe dat niet nog een keer. Prima, laten we het goed maken en wat drinken. Uh-oh. Oh, mijn liefste. Het was een dodelijk ongeluk. Ik was niet van plan hem te vermoorden. Alleen zijn vrouw. Ga zitten, nu meteen. Er was altijd iets verdachts aan haar. Mijn liefste. Jalbert. Ik? Nee, bedankt. Ja, jij. Kom. Oké, ik zal toegeven. Jij bent de gifmenger en moordenaar. Ja, ik heb ze vermoord. Ze verborgen Sonic. Goedemiddag. Ik wil graag een kamer. Hier is de man. Heb je Sonic gezien? Oké, laten we eens kijken. Schat? En kijk eens. Sonic is in het hotel. Ik hou van je. Weg. Dag, lieverd. Ja, Sonic. Hij is er niet. Huh? Ik weet zeker dat hij dat is. Ik heb hem gezien. Wat? Kijk goed. Ik zal een slechte recensie achterlaten. Baby, ga naar je kamer. Je zou moeten gaan. Fijn verblijf. Je zult ervoor boeten. Mijn vinger! Ja, ik werd boos en goot er vergif in. Hun klantenservice is het ergste. Zit! Oké. Het zijn allemaal moordenaars. We moeten gaan. Nah, kom hier. Wij? Weet je het zeker? Jullie zijn ook moordenaars. Ik wil weten hoe je mijn ouders hebt vergiftigd. Dat hebben we niet gedaan. Pin het niet op ons. Oké, roep de getuige op. Hij is een bezorger. Hij heeft een verdachte bankbrief gebracht. Wat heb je nu te zeggen? My oh my. Laten we eens kijken. De bankschulden reizen de pan uit. Betaal het, anders schop ik je eruit. Goed, ik gebruik een creditcard. Geniet van je verblijf. Bedankt, het is de beste huwelijksreis ooit. Je brengt ons in de schulden. Geen hoteleigenaren, geen schulden. Zo simpel is het. Dit is helemaal jouw schuld. Het is jouw schuld. Zit!
Pret! We praten thuis wel. Eigenlijk zijn jullie allemaal moordenaars. Wat? Kissy? Huggy? Wat is deze puinhoop? Het geeft wel zeker hier. Wat is dit allemaal? Ik had de gekste droom. Ben je niet dood? Dood? Nee. Waarom zouden we? Nee, nee, nee. We hadden moeite met slapen. Dus hebben we wat slaapmedicijn ingenomen. Zodra we het hadden, ging het alarm af. We moesten dus naar beneden. We vielen per ongeluk midden in het feest in slaap. Nu zijn we wakker. Dat is het. Misschien wil je niet uit een willekeurig glas drinken. Schat, ik ben zo terug. Dag, schat. Kom. Hé, mevrouw. Trouwens. Wat heb je nodig? Ik heb een plekje speciaal voor jou. Wat? Beveiligingsdienst? Druk op de like-knop zodat ze me laten gaan. Bye-bye. Dat is een mooi aanbod. Ik ben verkocht. Ik wil de baan. School van Misty Wright. Hey, de tijd is op. Lever je papier in. Echt nu? Ik red het niet, Misty Light. Misty Light, hier is mijn toets. Er is niets goed. Een 1. Je bent een slechte student. Echt waar? Nee, waag een kans op mij. Sorry, tot ziens. Ik kan beter. Tijd! Oké, een momentje. Hier ga je. Een 1. Nee! Dag, Pika. Geniet van de vlucht. Wie zit hier? Waarom is het leeg? Dat is niet goed. Laten we de lijst met studenten eens doornemen. Spider-Man viel uit. Net als Pikachu. 3 te gaan. Leuk. Ons lesgeven is tijdverspilling. Duw je sinus in je. Oef, ik denk dat ik enorm gefaald heb. Big whoop. Het is niet het einde van de wereld. Nou. Oh, mijn babywortel. Loser, jij bent degene die ik nodig heb. Kom hier. Oh. Ik heb gefaald. Hoe kom ik toch aan een 1? Stomme toets. Volg de golven van mijn blues. Hoe verder, hoe beter. Doei. Oh, wat is dat? Eeuw, vervelend. Het is plakkerig. Ga weg. Oh nee, mijn rugzak. Slechtste dag ooit. Wat is dit? Hey, wil je de toets halen? Ik ben je antwoord. Oké. Geweldig. Wat? Hey zus, heb je snacks? Oké, hier. Bedankt. Lekker. Het was hier ergens. Daar is het. Mijn magische pot. Laten we aan de slag gaan. Ik zal het slechte cijfer verbeteren. Hoogwaardige spreuk. Verander deze F in een A. Zorg ervoor dat het slechte cijfer verdwijnt. Nee. Je doet het verkeerd. Geef het aan mij. Dit is wat je doet. Magnetisch universum. Business class teleporters. We zijn er. Dit is jouw nieuwe school. Hey jongens. Oh nee, laat me eruit. Dit interieurontwerp is best schattig. Welkom in de gevangenis. Oh, ik bedoel school van Misty Light. Wie heeft de handpoeien eigenlijk uitgevonden? Bom. Een school is in wezen een gevangenis. Heb ik gelijk, Thing? Oh, het is hier eng. Het is een martelkamer. Een bloedkoeler. Ik heb een slecht gevoel. Er zit een skelet achter mijn bureau. Jongens, reageer hieronder wie dat is. Ik kan er niet naar kijken. Hey. Nou? Oh, ik moet je iets laten zien. Mijn beste afgestudeerde. Harley, Pomni, Pika, Bambat, Kwan. Misty Light, schande. Ze zijn allemaal gestorven. Oh. Mijn trots en vreugde. Oh, dit is zo lief. Wiskundeles. Hebben we een vrijwilliger die het podium wil betreden? Wat? Niet mijn ding, saai. Kom maar.
Wat is het antwoord? Huh? Oh. Vier! Kijk eens naar de hand. Tel de vingers. Ik snap het. Tel. Dus het antwoord is 5. Ik ben een genie. Nee! Oh. Kom tot rust. Wat? Wat is er van plan? Arme Jax. De spoedcursus kwantumfysica is begonnen. Laten we de kennis in het systeem uploaden. Raak het! Spectaculaire school! Tijd voor het diepgaande niveau. Man, dat zou ik mijn vijand niet toewensen. Hé, schoonheid. Ik hou van oudere vrouwen. Wil je uitgaan? De les is voorbij. Voel je je goed? Wow, Jax! Wat? Het antwoord is 5. Dus? Bravo, je bent een genie. Ga zitten. School is de beste. Nee! Ja, Catnap, jij bent aan de beurt. Nee, laat me los. Ik wil niet. Help! Ik hou niet van elektriciteit. Stop ermee, kom op. Oké, ik geef toe. Zit! Dat is het. Goede kant. Goed gedaan. Laten we gaan rekenen. Je bent een skinny legend. Doe je aan paleo? Hey, Thing. Je kent het wel. Wiskunde is gemakkelijk. Jagen en vissen. Dat is het echte werk. Geweldig. Mijn methode is legit. Pak het krijt en maak de vergelijking. Nee. Oh, dat is wat ik nodig heb. Ik heb het. Daar. Oh, wat betekent dat? Goed schot. Oeps, sorry Jax. De pointer is voor de leraar. Ga zitten. Ga maar. Ga zitten en vecht er niet tegen. Big deal. Zo eng. Oh. Huh? Cool als een komkommer? Helemaal naar boven. Nog niet? Wat dacht je van dat? Sterker. Hoe is dat überhaupt mogelijk? Mag ik? Hé, dat is de mijne. Maximaal verhogen. Oh ja. Geweldig. Jij, de grootste onruststoker op school. Hoe durf je het systeem te misleiden? Wijsneus, ga terug naar je stoel. Gedraag je. Phew. Lesgeven is een hel. Ik heb een moment voor mezelf nodig. Dat is het. Heerlijk. Vergif. Hey, Catnap. Zie je de leraar? Ik heb een plan. Aha. Ik zie het. Wat is deze geur? Geweldig. Hey, Jax. Wat is er? Ze doet een dutje. Oké, ik begrijp het. Perfect. Past perfect. Nou, ik ga weg. Wat? Waar gaat hij heen? Auw! Wat is er? Serieus? Dacht je dat je ons achter kon laten? Oké. Oh ja, bedankt. Dat is het. Kom. Wat? Serieus? Oh, dat is luid. Laat het maar aan mij over. Wow! Hey! Auw! Mijn hoofd! Auw! Grammatica les! Catnap, kom naar voren. Hey, poesje, poesje, poesje. Heb je er geen zin in? Kattenkruid? Oh ja, je houdt ervan. Mijn dierbare.
een klein detail. Daar! Mijn kattenkruid. Perfect, perfect. Ren daarheen, kat. Sta op en trap. Ik wil niet. Iemand hou me tegen. Hoe ziet je essay eruit? Alsjeblieft, ik kan er niet meer tegen. Oh, man. De truc is om niet te stoppen. Kom op, Ting. Het handschrift moet mooi zijn. Hé, hey, geen bedrog. Pak een pen. Prima, big deal. Wat? Hoe komt het dat ze niet geëlektrocuteerd wordt? Sissy? Ik wil terug in de cel zijn. Oef, mijn arme handje. Mooi cijfer. Ja, dat vind ik prima. Of de dood. Nee. Hier zijn je toetsen. Wees voorzichtig. Ik zal een testament schrijven. Ik laat mijn favoriete wortel na. Toets! Mam, het is zo voorbij. Hier is je toets. Goed gedaan. Uitstekend. Je bent een uitmuntende student. Oké. Snacktijd. Miss Delight, ik ben er klaar mee. Echt waar? Laat me eens kijken. Een 1. Huh? Zijn die antwoorden allemaal juist? Oh ja. Ha, maar hoe komt dat? Systeemfout. De leraar is aan het glitchen. Wat? Schaamteknop? Raak maar, nu! Oh ja! Miss Delight is dood en verdwenen! Oké, jij bent de volgende. Doet uw kind het slecht op school? Dat klopt. Uw kind haalt lage cijfers. Ja! Uw kind leest nooit boeken en speelt de hele dag videogames. Aha. Daar heb ik een oplossing voor. Miss Delight. Een perfecte leraar bij jou thuis. Bel ons nu, zodat u ons later niet hoeft te bellen. Ja, we bestellen Miss Delight. 1 stuk. Liefje, dat is een geweldig idee. Je nieuwe leraar. Dus, vind je haar leuk? Heel erg. Hoe werk je ermee? Het heeft activering nodig. Boe, raar. Het werkt niet. Ik heb een idee. Oef, geen goed idee. Mijn vinger. Ik wil niet studeren. Liefje, wat ben jij aan het doen? Daar is een afstandsbediening voor. Aan. Geweldig! Ik hou ervan! Jee! Geweldig! Lieverd, gedraag je. Studeer hard met Miss Delight. Oké. Papa en ik moeten weg. Miss Delight zal voor je zorgen. Dag! Niet studeren! Ik speel de hele dag! Becky, je moet studeren! Beweeg, je blokkeert het zicht! Je moet je concentreren op huiswerk! Je bent een buzzkill! Oh, een pizza! Ik hou van een snack! Je moet huiswerk maken! Ik ben je zo beu! Laat me alleen! Geweldig, ik kan spelen. Eerst moet je de toets doen.
Je moet studeren. Goed, ik zal het doen om je van me af te krijgen. Mag ik wat water? Ik heb dorst. Tuurlijk. Hier. Ik heb een beter idee. Oeps. Hey, Miss Delight. Waar ben je? Waar is ze heen? Jij. Je moet studeren. Het is niet meer grappig. Ik zal je laten leren. Nee, nee, nee. Waar is de afstandsbediening? Je kunt niet voor mij weglopen. Nee, alsjeblieft niet doen. Wat moet ik doen? Oh, de afstandsbediening. Ik zet haar uit. Kom op, kom op. Schat, we zijn thuis. Wat is dat? Waarom speel je weer op de console? Je hebt Miss Delight uitgeschakeld? Nee, ze is een monster. Huh? Ze is maar een robot. Ik bedoel, hoe? Jullie? Stel Miss Delight bloot in de reacties hieronder. Geef de afstandsbediening. Nee, papa. Activeer haar niet. Goedemiddag. Becky? Ik zal je werk controleren. 10+. Goed gedaan, Becky. Goed werk. Goed gedaan, schat. Miss Delight was duidelijk behulpzaam. Nu doen we geen. Laat me niet alleen achter met haar. Schat, maak geen ruzie. Veel plezier, meiden. Doei. Ik ga het je hier leren. Rol de mat uit. Wat gaan we doen? Ik heb een checklist. Laten we beginnen met buigen. Ik ben moe. Hier is wat water. Even opfrissen. Bedankt. Hou dit vast. Oh nee, alsjeblieft dit niet. De training staat op het punt serieus te worden. Wat? Alsjeblieft. Bench press. Het is te zwaar. Bench press. Een kind zou niet zoveel gewicht moeten tillen. Denk je dat je gelijk hebt? We kunnen het op de proef stellen. Ga, ga. Genoeg. Was? Jij? Laten we touw trekken. Ik heb er niet echt zin in. Begin er zin in te krijgen. Oké. Kom op, we kunnen er samen aan. Ik zit niet op dezelfde pagina. Niemand knoeit met mij. Alsjeblieft, niet doen. Blijf weg. Je hebt je huiswerk niet gedaan. Nee, nee, nee. Doe dat niet. Phew. Ze is flauw gevallen. Phew, net goed. Zet haar hier. Bedankt. Succes. Hey, schatje. Hoe is het met juffrouw Delight? Is ze kapot? Haar batterij is leeg. Dus ga haar opladen. Nee, het gaat goed met haar. Stop, doe dat niet. Waarom niet? Omdat ze een robomonster is. Als deze video 50.000 likes krijgt... Jullie, geef deze video 50.000 likes. Help me. Oh, systeemfout. Dat is alles. Miss Delight is weer actief. Schat, ga zo door met het goede werk. Hier is een vergelijking. Los het op. Oké. Wat? Je lost de vergelijking niet op. Het is niet juist. Wist het allemaal. Waarom? Mijn tekening. Nee! Alsjeblieft, niet dit! Verander niet in! Er is een nieuw leerplan.
Wat? Hoe je van een meisje een catnap maakt. Begin met de tanden. Weg met ze. Mijn hemel, doe iets. Stop, robomonster. Wie is dat? Ik gehoorzaam je bevelen niet meer. Mijn god. Baby, maak je geen zorgen. Wij gaan dit uitzoeken. Heb ik een vrijwilliger? Vergelijking of transformatie? Wie weet het antwoord? Niemand? In dat geval worden jullie mijn kleine dieren. Nee, nee! Wat ben je aan het doen? Help! Hi! Wie is dat? Oh, verkeerde klas. Ga daar staan. Help ons. Help. Iemand. Help. Wacht even, ik heb een schaar. Ja, goed gedaan, mama. Stop met trillen. Schiet op, schat. Yay! Kom op, schatje. Een momentje. Knippen en rennen. Als je de cosinus kwadrateert, is het... Fluitje van een zend. Wat doe je? Ja, nu. Hey, ik ben geen varken. Schat, schiet op. Kom op, verstop je in de kluisjes. Oh, ik heb spijt dat ik te veel heb gegeten. Daar ben je. Kom op, buik. Phew. Ha, ik heb je. Stop! Niet doen. Doe dat alsjeblieft niet. Becky, waar ga je heen? Hey. Wacht even. Kijk eens wie we hebben. Echt niet? Dus, wil je een ritje maken? Nee, stop. Doe me geen pijn. Wat is daar aan de hand? Een veilige vlucht. Doe zo snel mogelijk een duimpje omhoog. Kom op. Mijn hoofd. Welkom terug. Nee, nee, nee. Hij schat. Nee, nee, nee. De makeover is begonnen. Ugh, wie is dat? Wat verberg je? Krijt! Probeer het probleem op te lossen. Eén, dat is het antwoord. Huh? Het kan niet zo zijn. Geweldig, schat. Je bent briljant. Goed gedaan. Ja, ik heb het gehaald. Mam, pap, we zijn hier weg. Hier zijn de testresultaten. Goed gedaan. Goed gedaan. En goed gedaan in het kwadraat. Goed voor jou. Wat heb je? Een 10-3+. Ik kan niet wachten om het aan mijn ouders te laten zien. Mam, pap, wat is er? Een soort knop. Wat als ik erop druk? Dat is gek. Ik vraag me af wat er achter de deur is. Hey. Ah! Opila. Hé, hey, jij. Bangman. Oh, mijn. Hallo, prinses. Oh, mijn hemel. Iemand is erg lekker. Heerlijk. De lunch kwam onaangekondigd opdagen. Oh. Je moet je omdraaien. Ah, alsjeblieft. Iedereen behalve hij. Ah! Verstop je, schat. Waar moet ik heen? Ergens anders? Bezet. Nee. Blijf kijken. Ik kan het aan. Hopelijk kan niemand me zien.
Grrrr.